gisteren in Lang Leven de Liefde. Maxime en Rosalie hebben elkaar helemaal gevonden. Dus jij wil nog wel? Ik wil wel verlengen, ja. Okay. Zeker. Cool. Ja. Ik wil ook verlengen. Ja? Ja. Ja, ik vind jij gewoon leuk. Ja? Ja. Mooi. Rob moest al snel openhartig zijn tegen Wilma. Eerst kaartje lezen. Oh, dat wordt een probleem. Ik heb een visuele beperking. Ja. Zie je wel hoe ik eruit zie? Ja, ja, ja. Ja? Nee, ja, misschien is het een voordeel of een nadeel, hè? Nou, bij de activiteit die Wilma had bedacht, was Rob duidelijk in het nadeel. Bloemen. Oh ja, ik heb hem al gezien. Ah, nee. Ja, ik zag hem gelijk al. Dat is natuurlijk voor jou een lastig opdrachtje, hè? Ja. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ja, ik heb hem. Och, nou. Bloe. Ja, heel goed. Oh, doe ik met links. Oh, oh, bloemen. Je hebt het heel goed gedaan. Ja. Oh. Kijk zo, we hebben een heel mooi leven hier zo. Oh. Mooie man. Een saunaatje. Goed heb je. Jij bent echt wel speciaal. Dat is een beetje speciaal, hè? Dat je echt precies alles bent wat ik zoek. Ik ben te gek. Ik wil geen kinderen, ik wil niet trouwen. Het is eigenwijs. Een heerlijke reet. Nou, daar hou ik ook gewoon van. Intelligent, want ik wil ook gewoon echt wel intelligente gesprekken kunnen voeren. Knap. Dus zou mij inderdaad echt omschrijven als jouw ideaal toch? Ja, jij tikt echt wel aan de boxjes mee. Gebruikt. Ja. Ik wil douchen, ik wil slapen zo. Ja, ik vind het een strafbal. Ja, 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 ja. Ja, kijk joh. Oh, lekker je bedje klaarmaken. Die sukkel die laat zich wel weer even de les lezen, hè? Oh. Met zijn grote mond. Ik ga in bed. Ach, moet je eerst stoppen? Nee, ik ga je wel helpen. Oh, ik heb de kaarsjes. Oh, is lekker zacht, joh. Echt? Kijk. Nou, wie kan dat nou zeggen? Die gewoon op de... Dan heb je toch mooi meegemaakt? Oh, sorry. Ja. Dat je op de bank slaapt. Nee, vroeger, toen je, als je ziek was, hè? Kijk, ik doe nog de dingetjes voor je dicht. Ja? De lamp, die gaat dan... Als jij ligt, dan gaat de lamp uit. Ja? Nou, ik wens je wel terug. Gaat helemaal goed komen. Nou, bedankt voor de fijne middag. Ja. En jij ook. Lekker slapen. En wel te rusten. Ja, en dan... Zien we elkaar morgen weer? Ja, morgen weer. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, slaap lekker. Okay, slaap lekker. Oké. Okay. Sluit jij vanavond je ogen? Een apart gevoel. Misschien ben ik me ook een beetje verliefd. Ja, ik ben een beetje verliefd op. Ja. Huh? Ja. Dat is het goed. Ja. Het begint wel een beetje te komen. Ja. Tijd om aan te kleden, kipje. Lekker naar huis samen vandaag. Mag ik je gewoon meenemen? Mm-hmm. Ja. Nee. Dit vind ik wel leuk, hè? Vind je wel leuk? Ik vind het wel leuk. Ik zie je zo boven, hè? Ja. Thank you.
Kom jij nog eens even lekker bij me zitten. Jeetje, zit hij erop? Klopt. Een avontuur, zeg. Wat vond je ervan? Ik heb er echt heel erg van genoten met jou. Ja? En ik ben echt heel blij dat ik aan jou gematcht ben. Ja, waar heb je van genoten? Onze momentjes in de bubbelbad, klieren tussendoor, het elkaar vies maken. We hebben een hele goede match gefixt voor me. Voor mij hetzelfde. Ik moet ook wel zeggen dat het bij mij echt uit het niets kwam. Dat ik echt dacht van, nou, wat gaat me gebeuren? Maar, Het zijn dit voor gevoelens. Ja, klopt. Ja, ik ben heel blij met deze match. En ik ben ook heel blij dat we zo goed matchen met de gekke opmerkingen. Tot elkaar een beetje uitdagen. En ook lief voor elkaar zijn, zorgzaam zijn. Kijk uit naar de toekomst met jou. Ik ook. Ik ben echt heel benieuwd wat die allemaal gaat brengen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ook. Ja, zeker. Dan als laatste nog. Ja. Wil je met mij een weekendje weg? Graag. Ja? Ja. Ik heb wat voor je. Oh jee, oh jee. Kijk. Oh. Spannend. Ja. Lieve Rosalie en Maxime, van harte gefeliciteerd. Jullie verlaten het appartement van Lang Leve de Liefde als match. Ja. Rosalie, jij had nooit verwacht dat je iemand zou treffen die bij jou zou passen. Jij vond Maxime direct een knappe jongen en er zijn veel raakvlakken. Maxime, je krijgt warme gevoelens als je naar Rosalie kijkt. Wat vind je dat ze er goed uitziet? Jullie ontvangen een cadeaukaart om een overnachting te boeken in Fletcher Hotel Restaurant Jan van Skorrel. Ook krijgen jullie 2 tickets voor Vincent meets Rembrandt. Een 360 graden kunstervaring in de Noorderkerk in Amsterdam. Heel veel plezier en geluk samen. Lieve groet, het team van Lang Leve de Liefde. Superleuk. Ja. Gaan we doen. Gezellig. Ja, yeah, man. Een match. Ja, een match. Nee, jij. Ga je mee? Zeker. Ben je klaar om te gaan, schat? Ja. Heb je alles? Ik heb alles. Mooi. We kunnen niet anders zeggen. Maxime en Rosalie zijn absoluut voor elkaar gemaakt. Alles voelt goed bij deze 2 lovebirds. Zal ik deze voor je meenemen? Dat is lief, dankjewel. En zo hebben weer 2 vrijgezellen de liefde gevonden in ons appartement. Wil jij dat nou ook? Meld je aan en dan gaan wij voor jou op zoek naar een date. Nou, wat zijn de plannen allemaal vandaag? Wat zijn de plannen? Ik heb geen idee. Ja, maar in principe niet uit wat we gaan doen. Het is wel leuk als je iets verzint. Ja. Maar... Het zonnetje schijnt. Maartje uit Krimpen aan de IJssel is 71. Zoals bijna 50 jaar gelukkig getrouwd tot haar man overleed. Dat verdriet is inmiddels verwerkt en nu is ze klaar voor een nieuw avontuur. Zo, we zijn er. Ik wil gewoon een lieve man ontmoeten. Dus. En daarom doe ik al een programma mee. Oh, mooi. Ik word al gauw verliefd, ja. Als ik verliefd ben, dan word ik dat op de karakter en de ogen. Wat ik sexy vind aan een man of aantrekkelijk, dat hij een keer beetpakt of even een arm om je schouder. Of zo een kusje geven. En dat ik echt heel leuk vind. Gewoon een lekkere knuffelbeer. Ziet er wel gezellig uit. Goh. Ik hou ook wel dat ik zelf verwend word. Maar ik geef ook veel liefde aan een ander. Ik hou heel veel van muziek. Nederlands popmuziek. Ja, zo vind ik Frank Sinatra ook mooi. En Tom Jones. Ja. En wat een keer dat ik hem mee op... Ja, vind ik heerlijk. Deze gezellige seksbom is Martin, een 83-jarige weduwnaar uit Zoetermeer. Hij heeft weinig eisen. Hij zoekt gewoon een lieverd die genoeg energie heeft om samen leuke dingen te doen. Ik ben single vanaf 2018. Ze is overleden. Toen waren we 58 jaar bij elkaar. Ik ben vriendelijk en behulpzaam. Ik ben altijd bereid om klaar te staan, om iemand te helpen. Ik zou ook nog wel eens naar die bioscoop willen en zo. Of naar het theater met de een of andere idioot. Dat lijkt me wel gezellig. Ja, we zoeken dan, jongen, gezellige vrouw die ook van het drankje houdt.
gaat er niet om de uiterlijk, man. Maar mijn moeder zei altijd, hoe je eruit ziet, dat maakt niet uit. Maar kleren maken de man. En een beetje opmaken en nou, dan ben je er een beauty. Als ze vriendelijk zijn, dan heb je al een heleboel gewonnen. Een goed hart en een ruim hart. Dat teken ik wel voor. Dan heb je tenminste wat. Hallo. Het is een vreemdeling zeker. Een verdwaald is zeker. Nou, dat gaat gebeuren vandaag. Hallo. Hoe is die? Ja, goed. Ja? Ja hoor. En gaan we er wat van maken? Ja, tuurlijk. Moet toch? Wel. Ja, toch. Kijk, even een mooi bloemetje voor je. Oh, mooi. Ja, heel mooi. En nu heb ik nog een aardigheidje voor je. Oh jee. Je bent wel niet jarig, maar... Nee, ik ben niet jarig, nou. Nee. Kijk. En ik had dit meegebracht. En een kaart van mijn dochter. Goh. Is die ook nieuwsgierig? Dus ik weet niet wat erin staat. Heb ik me al voorgesteld eigenlijk? Nee. Nee. Heet je soms Piet? Nee. En dan ga je zeggen, Piet, ik zie je wel, hoor je niet. Ik ben Martin. Martin, oké. Nou, dan gaan we eens even kijken, hoor. Hey, beste Martin. Oh, beste onbekende. Wat leuk dat u deze 24 uur aangaat met mijn onwijs lieve moeder, Maatje. Ik gun jullie alle beste, alle goeds. Vooral heel veel gezelligheid in de komende 24 uur. Misschien wel een... verlenging. Nou, dat is... Lieve groeten, dochter Ellen. Heel mooi. lieve moedertje. Met mijn zoon vanmorgen precies zijn toen ik wegging. Ja. Dat is, ja. Hij vindt het leuk aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Oh, nou. Mist hij zijn vader weer. Oh jee, woont dus, hij ook nog thuis? Ja, hij is de jongste. Maar 5 jaar geleden is mijn vrouw dan overleden. Ja, en dan alleen, dat is maar alleen. Dat is waar. Mijn man is 8 jaar geleden. Ja. En mijn zoon 4 jaar. Ja, joh. Ja. Nou, een ellende allemaal. Ja. Nee, het zijn geen leuke dingen. Maar ja. Nee. Maar ja, je moet gewoon door. Ja, je moet door. Geniet er lekker van. Het zijn echte Belgische bonbons. Hoe jij ben je eigenlijk? Ik ben 70 geweest. 73. 83. Hè? Nee, dat meen je. Mijn moeder zegt, je mag niet liegen. Nou, 1 keer doe ik het dan wel. Nee. 83. Dan zie je er goed uit. Nou, ik word dit jaar 72. Ja. Ja. Ja, nou, jouw verschil moet er wezen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Toch? En leeftijd maakt toch niet uit? Nee, het is maar een getal. Bij Wilma en Rob wordt het steeds lastiger om pijnlijke stiltes te vermijden. Wilma heeft dringend behoefte aan een gesprek dat een beetje soepel loopt. En daarvoor kan ze altijd terecht bij haar beste vriendin. Met Yvonne. Ja, met Wilma. Hallo, hoe is het met je? Is dit intens, zeg. Heel lastig dat ik maar elke keer het gevoel heb dat ik vragen moet stellen en wat moet doen. En dat ik toch elke keer aan het verzinnen ben. Ja. En ik vind het gewoon lastig. Gewoon dat er niet vanuit hem vragen komt. Dan, of gewoon interesse. Of god, een leuke jurk aan vandaag. Daar ben ik heel gevoelig voor. Dat zou ik gewoon heel fijn vinden. Ja, gewoon in de gaten. Nee, dat denk ik. Ik wil een beetje meer vuur. Zo. Zo. Dus. Ja. Nou, moet maar even kijken wat we dan nog gaan doen. Want de dingen die ik had verzonnen zijn wel dingen die voor jou vervelend zijn om te doen. Want? Nou, omdat je dan toch met het kijken, dus dat is dan, Ik kan wel mijn best doen. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, maar dat hoor ik heel vaak van, laat maar niet doen. Want vind je misschien niet leuk. Maar ja, dan kan ik helemaal niets meer doen. Kom maar dan met iets. Ja. Oh, kijk, vogeltje op het vogelkoortje.
Oh, dat is te ver weg voor jou, nee. Het vogelhuisje. Het vogelhuisje. Moet ik eerst weten waar dat ding staat? Dat lichte kleur is een vogelhuisje. Of is dat een bak met bloemen? Ja. Bak met bloemen? Bak met bloemen, ja. Daar ja. In de buurt? Ja, nee, dus nu alweer weg. Ah. Ik heb pas lekker de tuin opgeknapt. Heb ik geraniums gekocht. Dan zei de buren van, ga je erachter zitten? Zei, nee, ik ga ze lekker in de tuin zetten. Nee. Zeg maar, ga niet achter de geraniums zitten. Nee. Ga weg. Ben je veel te jong voor? Nee. Wat wil je eten? Weet je bij mijn pan aan? Ja, wat jij wil. Jij bent de baas. Nou... Ja, kom nog wel. We gaan lekker buiten zitten. Ja, gaan lekker dan zitten. We kunnen al de vis erop. Er zit echt vis erin. Ik heb geen hengel bij me. Ik heb wel een hengeltje bij me, maar dat is een beetje kort. Oh, oh. Ik ga een kaarsje pakken. Oh, dat zijn er twee. Niet te gulzig. Wie van jullie kan het gekste gezicht trekken? Probeer het uit. Nou, dat ken ik wel. Krijg nou. Gewoon zo. Ja. Het is nog een grotere mak. Nou, dan ga je het meemaken. Nou, lees voor. Sjaan? Oh, je dierbare moet je bellen. En stel je date voor. Dus dan moet je je dochter bellen. Ja. Ha, moeder. Hallo. Ja, we zitten die kaarten te doen en ik moet mijn dochter bellen. Vertel. Nou, leuke date. Ja? Is het een pink van de wind? Ja, zeker. Ja. Ja? En dan okay. Komt mijn krullen, joh. Ja. Het valt een beetje tegen, want je moeder die wil de baas spelen. Nu al. Ja, ja, echt. Maar ik probeer om met mijn duim eronder te houden, maar ze is te groot voor mijn duim. Hé, maar dan ga ik weer hangen. Goed, lieve. Heel veel plezier, jullie. Dank je. Doei, doei. Er werd er bij de buren maar zoveel gelachen. Rob is een man die alles wel prima vindt, maar Wilma noemt dat initiatiefloos. Dus ze lijken niet echt een match. Ja? Ja. Ja? Weet ik, ja. Toestand. We hebben hier nu 24 uur gezeten. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het best wel leuk. Hele mooie ervaring. Ja. Maar ik denk niet dat ik verliefd kan gaan worden. Ik denk dat we net iets te veel verschillen. Mm-hmm. En ik heb ook besloten om dan ook niet te verlengen. Nee. Ja, nee, dat begrijp ik, dat je dat denkt. Ja, ja. Nou, wat ik al een klein beetje aangaf, dat ik echt fijn vind om complimentjes te ontvangen. En dat vond ik te weinig. Te weinig. En ik zou het ook fijn vinden dat er wat interesse in mij getoond zou worden. Mm-hmm. Dus dat wat meer de vragen aan mij gesteld worden. En ja, dat je wat meer over mij weet. Over de kinderen, mijn werk. Ja. Dat miste ik. Ja. En dan ga ik ook niet verlengen. Nee. Dus we gaan de spullen pakken. Ja. Nou, heel veel geluk ja. Hè, met alles. Ga ik doen. En blijf jezelf. Oké. Doei. Doei. Geen liefde voor Wilma. Zij zoekt verder naar een man die wat scheutiger is met complimentjes en initiatieven. En die gaat ze zeker snel vinden. De zoektocht van Rob gaat verder. En als die leidt naar een nieuwe date in ons appartement, dan vindt hij dat hartstikke leuk. Wil jij het eens met Rob proberen? Meld je dan nu aan. Ga mij te dansen met jouw lievelingsnummer. Oh. Oh. Oh jee. Ja. Ja. Zo, hoor je dat? Kom op, dansen. Oh, To think that you
het oude lichaam wel. Ja. Wil je? Ja. I would never, ever. Tevreden? Doe dat nou? Ja. Elise komt uit Maastricht en studeert pedagogische wetenschappen in Nijmegen. Op haar 24ste heeft ze al 4 keer een relatie gehad, maar die kwamen allemaal niet eens in de buurt van wat ze zoekt. En toen kwam het droom op relatiegebied. Ooit samenwonen en kindjes, dat is er wel, maar het staat nog niet uitgestippeld. Maar innerlijk ben ik op zoek naar iemand die nuchter is, met beide benen op de grond staat, sportief is, leuke humor heeft, iemand die een familiemens is of zo, of in ieder geval iemand die geeft om anderen. En niet per se in de zin van iemand die veel pleased, maar het wel belangrijk vindt om bijvoorbeeld vriendschap en familie te onderhouden. Die houdt van een feestje, die ook een beetje outgoing is, denk ik. Maar ook wel iemand waar ik serieuze gesprekken mee kan voeren. Ja, en qua uiterlijk iemand met een goede schoenensmaak. Ja, die er een beetje sportief uitziet. Maar ja, niet iemand die 35 kilo voor de spiegel staat te tillen. Dat gaat dan weer te ver. Ik heb wel gebruik gemaakt van dating apps, maar ik geloof niet echt dat daar iets serieus uit kan komen. Het voelt zoals zo'n vleeskeuring. Als ik zin heb, dan swipe ik naar rechts en heb ik er geen zin in, dan swipe ik naar links. Ik weet niet of dat echt een motivatie is om een fatsoenlijke relatie te vinden. Dan ga ik liever alleen naar de kroeg en dan kijken tegen wie ik aan kan praten. En als ik vaker ook contact heb gemaakt, dan stap ik daar wel op af. Ja. Nou, in die kroeg zou ze de 26-jarige Ken wel eens tegen kunnen komen. Die studeert namelijk ook in Nijmegen en heeft daarnaast een bijbaantje in de horeca. In zijn leven ontbreekt er eigenlijk alleen nog een leuke vrouw. Ik word best wel makkelijk verliefd. Als ik een meid echt leuk vind, dan ga ik snel daar voor de volle 100% voor. Misschien is 100% dan iets te veel, iets te snel, zeg maar. Mijn ideale partner die heeft lang haar. Dat vind ik altijd wel aantrekkelijk. Een beetje sportief uiterlijk, dat vind ik ook wel fijn. Eigenlijk gewoon een lekker Nederlandse meid, zeg maar. Qua innerlijk zoek ik een meid die heel lief is, maar wel een beetje pittig, die nog wel een beetje mijn weerwoord durft te geven. Ze moet wel een beetje mij in bedwang houden, zeg maar. Als een meid echt zelfvertrouwen uitstraalt, dat is wel vaak punten bij me waard. Want dan betekent gewoon wel dat je goed en positief over jezelf in het leven staat. Waar ik een zwak voor heb, is als een vrouw een klein beetje een arrogant uiterlijk heeft. Ze moet niet arrogant zijn, want daar kan ik niks mee. Maar een beetje dat uiterlijk ze van kalm aan. Hoi. Hey. Zo. Wat een pakket. Jeetje. Hi. Elise. Hi. Ik heb een pakketje voor je meegenomen. Nou, een pakketje. Wat attent. Thanks. Ja, ik hou er dus van om een pakketje te maken voor mensen als er een gelegenheid is. Ja, wat zit er allemaal in? Chorizo heb ik erin gedaan, fuet, brie, parmezaanse kaas. Een plankje. Eigenlijk alles, ja. Lekker borrelen. Daar hou ik van. Ja, ben je van de borrels? Ja, zeker. Echt. Goed. Lekker op het terras zitten. Heel goed. Ja. Leuk, dus, als je iets ervan niet lust, ik sta vooral open om mezelf op te offeren. Ja, leuk. Zo. Oh, heel leuk. Dank je wel. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Ja, zeker wel. Ik heb ook iets voor jou. Het staat aan deze kant. Leuk. Ik kom uit Maastricht, uit Limburg. Dus okay. Ik dacht... Vlaai. Ik neem een vlaai mee. Ja, dus die kunnen we straks opeten als toetje of zo. Of dadelijk voor het eten, dat weet ik niet. Maar... Ja, lekker. Dus de rijst ervaar. Ik weet niet of je het ooit gehad hebt. Ja, zeker. Dat is toevallig ook de favoriet van mijn vader. Nou, kijk. Pluspunten. Nee, grapje. Ja, ik kom ook uit Limburg. Echt? Waar kom je vandaan? Uit Mulsbeek. Maar ik ben meer in Nijmegen, zeg maar, dat ik op school zit. En dat ik daar allemaal mijn leven daarop opgebouwd, zeg maar. Ja, ik woon in Nijmegen nu. Ik studeer daar, ja? Wat studeer je? Pedagogische wetenschappen. Oh, wat een geluk. Niet af was. Heb je die in Nijmegen niet? Nee. Misschien verleng ik. Gewoon puur dat je niet voor af te wassen. Heerlijk. Hey. Ja. Bijna. Jeetje. Nou, dat is helemaal niks. Nou, dan gaan we weer fout. Jongen, oké, nou helemaal niks. Nee. Ja, dat is nog erger. Jongen. Ik kap er gelijk mee ook.
Vind je het leuk om te barbecuen? Ja. Dan gaan we dat niet doen. Nee, dat had iets schuiner gemoeten. Ik ben ook dus zo leuk van jou dat jij gewoon lekker fanatiek bent. Ja. De spelletjes. Ja, dat probeer ik, maar de uiting... Maar hoe vind je de date tot nu toe gaan? Ik vind het wel leuk. Volgens mij hebben we wel best veel raakvlakken. Ja. Kunnen we goed kletsen. En ik heb niet echt een type en het is meer karakter en humor en zo. En dat is er volgens mij wel. Ja, en bij jou? Ik vind het nu ook wel leuk, ja. Goed zo, mooi. Ik vind het echt leuk. Goed zo. Ja. Eten we het een pannetje? Nee, ik ga op een bord. Bij de borden dan? Staat die er ook in? Ja, nou gaan we eens even kijken. De gedoe allemaal, hè? Ja. Nou, kijk eens. Mag voor jou een mes en een vork? Wat moet je hebben? Een mes en een vork. Ga je gekke dingen doen? Nee. Oh, dan krijg je het niet. Nou, schep lekker op. Lul ik weer te veel? Nee hoor. Oké. Okay. Nee. En smaakt het? Echt heerlijk, heel zo. Ja. Smaakt best hoor. Ja. Veel gedate of? Eigenlijk niet echt gedate, gewoon in de stad, weet je wel. Dan... Je kijkt wie er op je afkwam, ja. Wie je tegenkwam. Ja. Ja. En dan was dit weer je eerste echte date-ervaring? Ja, eigenlijk wel. Ja. Meis, maar we gaan wel helemaal lekker koken. Nou. Proost. Lekker. Goeie keus. Maar ik ben benieuwd. Ik ook. Ja. Heet. Oh. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, heel heet. Wat denk je? Het is half elf. Nee. Nou joh, half tien. Half tien. Wat zeg je dan? Je take me in de mailing? Nee. Ja joh. Ik ga vandaag niet zo laat naar bed. Nee, ik ook niet. Echt nee, niet. Nee. Nou, de kippen zitten ook in slaaphok. Ja, die zitten in de nacht toch. Ja, ook lekker de ogen dicht. Nou, dan gaan we lekker een bedje leggen. Horen we morgenochtend tukkelijk. Ja, dat is wel geinig. Oké, Mama Supreme, daar gaan we. Deze komt echt uit Maastricht. Ja, uit Valkenburg. Nou, dit is toch een feest? Echt een feestmaal. Nou, proost. Je partner stelt in een gekke bui een trio voor. Hoe reageer jij? Het ligt eraan of ik zelf ook in een gekke bui ben, denk ik. Met twee jongens? Nee, zou ik niet willen. Gewoon wel met een meid? Ja. Ja, ik weet ook zelf niet of ik het zou willen zelf. Want ik ben wel van het... Ik denk, je geeft wel je liefde eigenlijk maar aan één partner. En ja, ik zou dat niet kunnen, denk ik. Zou je dan klaar zijn in één keer en dan zit je daar met z'n drieën en ja. Ja. Nee, dat wordt niet. Wat wil je met slapen doen? Nou, lekker een bedje. Leg je ook ooit op? Nee, ik snurk niet. Ja, nou, we kunnen niet hoor. Hey. Slaap. Wel terug. Ik zie je morgen onder. Is goed. Ja. Slaap lekker. Zo, lekker bedje. Voel je iets misgaan vandaag? Nee. Fijn. Jij wel? Ik denk, ja, ik vind het misschien soms moeilijk om bij vreemden meteen echt dichtbij te komen, zeg maar. Maar dat is denk ik gewoon... Fysiek? Ja. Dus dat is denk ik gewoon een ding dat ik gewoon heb met vreemden. Ja. Ja, dat is ook waar. Nou, ik ben blij dat ik lig. Hey? Ja, ik ook hoor, we vandaag. Jezus, nog wat doen. Goh. Ah, heerlijk. Lekker. Je had er geen moeite mee om samen te slapen, toch? Nee, joh, dat vind ik helemaal prima. Oh, wat is zo gezet? Ja, heerlijk, hè?
Sorry. Nou, kijk eens. Zo. Nou, eet smakelijk. Ja, want eigenlijk in de oven, hè? Zijn, Ja. Oh mijn god, wat is dit perfect. Pas op met die vlog. Maartje heeft haar date naar buiten gestuurd om even te kunnen bellen met het thuisfront. Ze heeft de tijd van haar leven en is behoorlijk onder de indruk van Martin. En dat wil ze in alle rust delen met haar kleinzoon. Hallo, hallo. We hebben heel veel lol. Wat heeft hij met slapen gedaan? Gewoon in bed. Ja hoor, wat maakt dat nou uit? Nou, niks. Nee. Maar is toch wel leuk? Want dat heeft hij 7 jaar niet gedaan. Nee, nee, nee. Heeft hij al geknuffeld? Nee, nee. Martin en ik gaan zo even in gesprek. En wat gaat u doen, denkt u? Nee, dat ga ik nog niet zeggen. Oké, jongen. Love you. Doei, doei. Love you. Love you. Doei, doei. Doei, doei. 24 uur moment, denk ik. Zit erop. Ja. Nou, ik ga meteen zeggen, ik wil wel verlengen. Mm-hmm. Ik vind het tot nu toe heel gezellig. Ik vind je in ieder geval een hele leuke meid. Super knap. En ja, dus ja, nee, ik zie het wel zitten om dat te kijken of er nog verder iets ontstaat. Of dat er nog wat komt. Oké. Ja, qua romantiek vind ik het wel knap van jou dat je dat wel opzoekt. En dat je vannacht in bed, weet je wel, dan toch een beetje kijkt waar ik behoefte aan heb. Of dat je dan toch dichter bij me komt liggen. Terwijl ik me kan voorstellen dat ik daar niet per se de openheid toe geef of zo. Dus dat vond ik overigens wel fijn. Maar daarin merk ik wel dat er wel iets van een kriebel had moeten zijn van mij om het wel verder te onderzoeken. Ik merk dat ik die kriebel niet voel. Dus ja, ik vind dat misschien wel moeilijk om te zeggen, omdat jij aangeeft dat je wel wil verlengen. Ik wil dat niet. Mm-hmm. Okay. Ja, ik denk dat jij daarin misschien jouw karakter en jouw persoonlijkheid voor mij te lief is. En dat ik misschien bang ben dat ik iemand nodig heb die de lijntjes wat strakker kan houden of zo. Of mij iets directer kan behandelen. Qua karakter vind je me een beetje te soft dan? Of? Ja, en ik het ook wel nodig heb. Iemand tegen mij zegt, ja, en zo gaan we het doen. En niet anders. Mm-hmm. En ja, dat iemand iets harder is, denk ik. Ja. Dus dat is het, denk ik. Ik vind het alleen wel jammer, maar ja. Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Top. Koffers pakken, denk ik. Ja. Dankjewel. Ik zie je terug, Gijs. Dank voor een leuke tijd. Hou je taai. Ja, jij ook. Komt goed. Oké. Doei. Doei. Elise wil meer tegengas dan Ken volgens haar kan bieden en gaat naar huis in de overtuiging dat ze Mr. Right snel tegenkomt. En vind jij het juist een pluspunt dat Ken een zacht en lief karakter heeft? Dan is dit je kans om met hem op date te gaan. Meld je even aan, dan regelen wij een ontmoeting. Waar krijg jij de meeste complimentjes over? Ja, nou bedenk maar wat. Ik ben veel te goed voor anderen. Ja, dat had ik al lang in de gaten. Ja. Je bent, beetje meer op mezelf letten. Ja. Je bent heel goed hart, maar hij is heel klein. Heel klein, ja. En je bent heel gevoelig. Ja, ook. Je bent een schat van een meid, ik zweer het je. Echt wel. Dank je wel. Ja, dat is, is gewoon zo. Dat is... Dank je wel. Oh, oh. Dit is de 22-jarige Samantha uit Roosendaal. Ze studeert zorg en welzijn en dat is eigenlijk ook precies wat ze zoekt in een man. Iemand die zorgt voor haar welzijn. En hij moet er ook een beetje lekker uitzien. Waar ik op let als ik binnenkom is gelijk de uiterlijk. Ik weet dat dat niet het belangrijkste is, maar ik vind dat wel belangrijk. Ik vind tatoeage wel heel erg aantrekkelijk. Het liefst donker haar, want ik val niet op blond of op gingers.
een zorgzaam persoon wel. Lief, maar niet te lief. En diegene moet gewoon naar mij luisteren. Nou, dat is dan maar vast duidelijk. Marco is 28 jaar, komt uit Zeeuws-Vlaanderen en is werkzaam in een sushi-restaurant. En hij zoekt niet zomaar een partner, hij zoekt een partner in crime. Ik ben op zoek naar de Bonnie en Clyde. Dat ja, zou ik wel echt heel tof vinden. In een relatie mis ik mijn beste maatje. Ja, mijn zielsverwant. Waar je toch nog ja, gesprekken kan voeren. Ik ben op zoek in het innerlijk. Een vrouw die zorgzaam is. Mooi, zacht, aardig. Die mijn beste maatje kan zijn. Qua uiterlijk klein, het liefst zo slank mogelijk. En het liefst stijl haar. Mijn moeder gunt mij zeker een leuke, lieve vriendin. Ja, zij wil ook wel eens oma worden. Hi. Hi, goeiedag. Morgen. Marco en Samantha weten al snel wat ze niet gaan eten. En wat doe je in het dagelijks leven allemaal, als ik vragen mag? Ja, ik zit nog op school. Oké. En jij? Ik werk in een sushi-restaurant. Hou je ook van sushi? Nee. Tot morgen!